In dit filmpje bespreken we de COVID of de coronacrisis als een grensoverschrijdende crisis. En we gaan na wat dat betekent, dat grensoverschrijdende karakter voor zo'n crisis en waarom het moeilijk maakt om zo'n crisis te managen. Nou is het natuurlijk zo dat de coronacrisis niet de eerste grensoverschrijdende crisis is. We hebben de financiële crisis gezien, we hebben de immigratiecrisis in Europa gezien. We hebben de constante cyberdreiging en ook de dreiging van de klimaatcrisis. Maar het is wel de eerste waar we nu op zo'n grote schaal mee te maken hebben in Nederland. En het laat zien dat we kwetsbaar zijn. En het laat zien dat we er nog niet helemaal klaar voor zijn om zo'n type crisis te managen. En ik denk dat het daarom hele specifieke uitdagingen creëert voor bestuurskundigen. Nou, hoe gaan we het doen? Ik leg zo meteen even heel kort uit wat de kenmerken van zo'n crisis zijn. Welke uitdagingen daar dan uit voortvloeien en wat dat dan betekent voor bestuurskundigen. Hoe wij als bestuurskundigen daar beter over na kunnen denken. Nou, laten we beginnen met het eerste kenmerk. Het eerste kenmerk is natuurlijk het grensoverschrijdende. En het grensoverschrijdende betekent dat een crisis zich niet houdt aan de geografische grenzen. Dus continenten, landen, regio's, dorpen. Maar het houdt zich ook niet aan de systeemgrenzen of de grenzen van sectoren. Denk aan gezondheid, we hebben de horeca, we hebben toerisme, we hebben openbare orde en veiligheid, we hebben transport, we hebben onderwijs. Het zijn allemaal sectoren en de crisis raakt al die sectoren. Het tweede kenmerk is de merkwaardige tijdsdimensie die er in zo'n crisis zit. Dus er zit iets van een creeping crisis in. Je kunt hem bijna letterlijk zien aankomen, deze crisis. Maar de aandachtspannen van mensen en politici, die lopen niet helemaal synchroon met de crisis. Dus we zullen zo zien dat die incubatietijd problemen oplevert. Het derde kenmerk is dat dit type crisis heel moeilijk voorstelbaar is. Dus rationeel kunnen we wel wat mee. We zien zelfs dat het ergens anders gebeurt. Maar het is toch moeilijk om je voor te stellen wat het is als het hier gebeurt. En dat betekent dat die crisis toch elke keer weer als een verrassing komen. Het vierde punt is dat er heel veel verschillende inzichten bestaan. Verschillende scholen, verschillende benaderingen. En dat heeft natuurlijk te maken omdat zo'n crisis allerlei sectoren, verschillende sectoren raakt. En daardoor ontstaat ook weer verschillen in maatschappelijke en politieke druk. En dan krijgen we dus een merkwaardig krachtenveld rond zo'n crisis. Wat in het begin misschien nog wel eensgezind lijkt. Dus met z'n allen tegen de crisis. Maar al snel een bepaalde mate van fragmentatie en versplintering oplevert. En het vijfde kenmerk, misschien wel het belangrijkste voor bestuurskundigen, is dat het niet altijd helemaal duidelijk is wie nou over die crisis gaat. Van wie is die crisis nou? Als je heel veel actoren hebt, heel veel sectoren, dan krijg je ook overlappende en zelfs tegengestelde verantwoordelijkheden. En dat moet natuurlijk snel opgelost worden als je zo'n crisis wilt managen. Grensoverschrijdende crisis zijn niet nieuw. Maar we weten wel dat we nu condities hebben gecreëerd die een land als Nederland extra kwetsbaar maken voor dit soort crisis. En Charles Perrow's boek Normal Accidents heeft een mooi theoretisch kader daarvoor opgeleverd. En dat zegt eigenlijk dat de toenemende complexiteit van allerlei systemen en de verwevenheid van die systemen ons heel kwetsbaar maken voor kleine verstoringen die ergens anders optreden en dan via zo'n lange weg ons kunnen bereiken. En dat betekent dat we allemaal systemen hebben gecreëerd die we eigenlijk niet goed begrijpen. Die op merkwaardige manieren, soms onvoorziene manieren, met elkaar verbonden zijn, waardoor nieuwe type risico's optreden. En daar zijn die grensoverschrijdende crisis echt een heel helder voorbeeld van. Dat levert uitdagingen op voor crisismanagement. En dat zijn de uitdagingen die we nu ook zien in de praktijk. Als je kijkt naar de normale uitdagingen van crisismanagement, die hebben al iets te maken met de detectie, het tijdig herkennen van crisis. Wij noemen dat ook al tweede sensemaking, de informatiemanagement. Hoe weet je nou wat er aan de hand is? En dan besluitvorming, hoe maak je hele moeilijke besluiten tijdens zo'n crisis? En coördinatie, hoe krijg je het allemaal een beetje bij elkaar, dat iedereen zijn ding doet? En er moet natuurlijk ook goed over gecommuniceerd worden, crisiscommunicatie. En dus een crisis is altijd al moeilijk genoeg om te managen. Maar waarom maakt nou zo'n grensoverschrijdende crisis het moeilijker? Nou, laten we beginnen met detectie.
De grote uitdaging is timing hier. Dus je ziet zo'n crisis eigenlijk al ver over aankomen. Maar wanneer benoemen we dat nou als een crisis? Wanneer is iets wat nou in China gebeurt, wanneer wordt dat nou een crisis voor ons? Als het in Italië komt, als het in Duitsland komt, als er één geval is in Limburg. Op een gegeven moment moet je het benoemen als crisis. Maar als je dat te snel doet, ja, dan denken mensen, nou, wacht, ik zie helemaal geen crisis. En als je te lang wacht, dan ben je weer te traag geweest en heb je weer niet opgelet. Dus timing is een grote uitdaging hier. Tweede echt grote uitdaging is die informatiemanagement. Informatie is altijd een probleem. En er is een grote onzekerheid tijdens een crisis. Maar bij die grensoverschrijdende crisis is die informatie verspreid over heel veel verschillende bronnen. En die moet dan bij elkaar gebracht worden. En die verschillende actoren hebben een eigen manier van communiceren. Die hebben een eigen taalgebruik. En dan krijg je dus heel veel data bij elkaar. En ja, dan moet je dan op een of andere manier, moet iemand, en de vraag is natuurlijk weer wie, moet daar dan een helder beeld uit halen. En we zien dat bij deze crisis best wel lastig is. En de derde uitdaging is dan de besluitvorming en de coördinatie. Als je heel veel actoren hebt, ja, wie gaat daarover? Dat zei je net al. We hebben gezien dat als wij in Nederland besluiten om de horeca niet dicht te doen, maar 5 kilometer over de grens in België doen ze de horeca wel dicht, dat je dan krijg je al gelijk een spanningsveld van, wat zeggen die Belgen, waarom doen jullie dat niet? We hebben een spanningsveld tussen wat op nationaal niveau geregeld wordt, wat op regionaal niveau wordt geregeld. We hebben wat is een argument voor de gezondheidssector, maar wat is een argument voor de economie? Dus het creëert allemaal spanningsvelden. En als je dan kijkt hoe het in Nederland doen op dit ogenblik, dan kun je denk ik zien dat voorbereiding loont, want we hebben hier wel degelijk over nagedacht. En dat we dit goed op orde hebben. Dus dit is best snel op orde gebracht en het is duidelijk wie de beslissingen neemt en dat gebeurt ook. Dus tijdens deze crisis komt dat goed voor de dag. Dan crisiscommunicatie. De vraag is hier weer wie communiceert. Dat was in het begin ook deze crisis niet helemaal duidelijk. Hè? Verschillende ministers, de expert versus de premier. Mensen die in het buitenland een ander verhaal verkondigen dan hier wordt verkondigd. En dat duidt erop, en dat laat die uitdaging ook zien, dat de communicatie afgestemd moet worden. Zodat burgers een consistent verhaal krijgen. Maar dat moet natuurlijk wel weer mee kunnen bewegen met de crisis die natuurlijk dynamisch is. Dus dat is een grote uitdaging. Dus resumerend kunnen we stellen dat die grensoverschrijdende crisis echt heel moeilijk zijn om te managen. Moeilijker dan gewoon een crisis die keurig netjes binnen een of ander domein valt. Waar mensen zich jarenlang op hebben voorbereid. En daarbij moeten we dan ook zeggen dat het een bepaald type consequenties met zich meebrengt. Als we het niet goed doen. Dus een grensoverschrijdende crisis die niet goed gemanaged wordt door de politiek, roept vragen op. Over niet alleen over nationale instituties, maar ook over onze hele internationale constellatie waarin we werken. Hè. Dus als we jarenlang hebben verteld dat integratie op Europees niveau goed is, dat grenzen weggehaald moeten worden, dat allemaal goed voor ons is op een of andere manier, dan moet je wel zo'n crisis die eigenlijk daaruit voortvloeit, moet je dan wel goed kunnen managen. En als je dat niet doet, en als de grenzen weer dicht gaan, dan roept dat natuurlijk de vraag op of die systemen, die we zo zorgvuldig hebben gekeerd over de afgelopen jaren, of die wel de juiste systemen zijn. Dus die discussie gaat denk ik nog komen. Nou, wat betekent dat voor bestuurskundigen? Ik denk dat bestuurskundigen grensoverschrijdende crisis natuurlijk serieus moeten nemen. En dat we ons af moeten vragen of de systemen, de arrangementen, de bestuurlijke arrangementen en de processen en de protocollen en de verantwoordelijkheden, zoals die onder normale omstandigheden goed werken, zodat we een goed bestuurd land hebben, of die ook goed werken ten tijde van dit soort crisis. En het gaat vooral om die overgang. Dus het gaat vooral om dat we die switch kunnen maken van normale arrangementen naar crisisarrangementen. En hoe doen we dat nou op zo'n goed mogelijke manier, zodat we allerlei dingen niet verstoren die niet verstoord hoeven te worden. Dat is een echte bestuurskundige vraag. Dus wat we eigenlijk nodig hebben is arrangementen voor grensoverschrijdende crisis. En ik denk dat we daar met de bestuurskunde betere oplossingen voor kunnen formuleren.
En dat betekent ook dat we kunnen nadenken over welke type capaciteiten nodig zijn tijdens zo'n crisis. Welke competenties er nodig zijn voor mensen die dit moeten leveren. En wat we eigenlijk mogen verwachten van de overheid ten tijde van grensoverschrijdende crisis. En dat is weer een normatief debat. Wat is redelijk te verwachten van de overheid? Waar mogen we verwachten dat ze zich op voorbereid hebben? Hoe ze zich voorbereid hebben? En welke performance eigenlijk geleverd wordt tijdens de crisis? Bestuurskundigen kunnen daar een bijdrage aan leveren. En dat lijkt mij voor een groep als de Vereniging voor de Bestuurskunde een prachtige uitdaging. Dank u wel.